Past tolerantie bij religie? Ik vertel u niets nieuws wanneer ik stel dat voor velen in onze samenleving dat antwoord negatief is. En inderdaad, kijk maar naar Parijs, naar wat er in de naam van de islam gedaan wordt. Religie verdraagt zich niet met tolerantie, zo is de gedachte bij velen. Mensen die een geloof hebben, God belijden of de eeuwige met de naam Allah aanroepen, zijn in potentie gevaarlijk. Zo kijkt men ook dikwijls naar ons. Je moet goed op ze letten, want voor je het weet leggen ze aan jou hun wil op. Of nog gevaarlijker, als ze extreem worden, verklaren ze je tot ongelovige die de dood verdient. Deze beeldvorming wordt gevoed door de recente ervaringen met een radicale vorm van islam, of waar men zich op beroept. Maar in ieder geval, het is een traditie waar het theocratisch ideaal zonder enige scrupule wordt doorgezet. En enige ervaring met het theocratisch ideaal hebben ook wij. De belijdenis van een God als Heer der wereld kan niet anders, zo zegt men dan, dan eindigen in een intolerante samenleving waar geen ruimte is voor andere meningen en opvattingen. Alle religie, niet alleen de islam, maar ook christendom en zeker de orthodoxe vormen van christendom, lijden onder dit beeld van onverdraagzaamheid. Er wordt verwezen naar de geschiedenis, naar de inquisitie, naar de kruistochten, naar de dood van Servet in Genève. Ja, veel verder komt men ook niet, of het moet zijn de sluiting van het zwembad op zondag. Maar goed, daar wordt naar verwezen. En misschien gaat die beeldvorming, ik denk, dan kom ik direct eigenlijk al met een niet een oplossing, maar een perspectief. Ik denk dat dergelijke beeldvorming alleen kan verdampen wanneer door christenen duidelijk gemaakt wordt dat met hen wel degelijk is samen te leven. En dat menselijkheid in hun omgeving zelfs gediend is en bevorderd wordt door dat geloof in God. Dus het ervaringsbewijs, bewijs van de omgang. Dat soort beeldvorming kan verder te lijf worden gegaan door gesprek aan te gaan en geduldige uitleg van wat we bedoelen en wat we willen. En ook van waar ons geloof voor staat. En hoe wij ons een theocratie voorstellen. Maar hoe zit het dan met die verhouding van religie en tolerantie? Dan kom ik bij het hoofdje de verdraagzaamheid Gods. Vanavond wil ik betogen dat het geloof in God de tolerantie juist bevordert. Ik wil dat doen niet vanuit historisch perspectief, dat had ook gekund, maar ik denk dat Bart-Jan Spruit dat al gedaan heeft, door erop te wijzen dat gewetensdwang, dat werd inderdaad net na Calvijn werd erkend, dat je dat niet kon doen. En de hele opvatting van wat de overheid kan afdwingen, hè, 1905, dat artikel uit de Nederlandse geloofsbelijdenis door Kuiper buiten werking werd gesteld, dat de overheid verantwoordelijk is voor alle godsdienst, voor alle eredienst. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met die diverse samenleving en met een veranderde samenleving met verschillende groepen die elkaar moesten gaan tolereren. Maar goed, laat ik maar beginnen bij de manier waarop in de Bijbel, en daar zal ik een paar keer op terugkomen,
over verdraagzaamheid wordt gesproken. Niet zozeer van mensen, maar van Gods verdraagzaamheid. Ik denk dat dat een hele belangrijke notie is. Romeinen 2 vers 4. Of acht gij de rijkdom van zijn goede tierenheid, verdraagzaamheid en langmoedigheid, en beseft gij niet dat de goede tierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt. Nou, in de Statenvertaling staat het ietsje anders, niet wetende dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt. In dit gedeelte is sprake al van Gods verdraagzaamheid, van zijn geduld, langmoedigheid, geduld, tolerantie. Tolerantie is dus iets waar we mee in aanraking komen binnen ons eigen geloof, van de Heere God jegens ons. Het is een eigenschap van God die hij betoont in de omgang met onze wereld. Hij betoonde dat in de omgang met Israël en hij betoont dat in de omgang met ons. En het wordt van de Heer Jezus gezegd. Tolerantie, verdraagzaamheid is dus, zo wil ik in ieder geval vanuit de theologie stellen, niet in de eerste plaats een deugd die zijn grond heeft in de moderne tijd, daar pas is opgekomen. Nee, ze is een eigenschap die binnen de Bijbel toegeschreven wordt aan de God van Israël, aan de Vader van Jezus Christus. Tolerantie. Het woord zegt op zich nog heel weinig. Op zich is het woord tolerantie, laten we daar eens naar kijken, een leeg woord. Tolerantie veronderstelt altijd een betrekking. Een relatie. Verdragen, uithouden, tolereren is altijd het verdragen of tolereren van iets of van iemand. Ik verdraag die persoon niet meer. Of ik verdraag dat geluid niet meer. Of ik verdraag het niet meer. Dat, mijn kinderen, et cetera. Vult u maar aan. Het kan zijn dat we een pijn moeten verdragen, tolereren. En dat we dan een hoge pijntolerantie ontwikkelen. Of dat de tolerantie beproefd wordt omdat de buren boven ons met naaldhakken lopen. Ja, ik ga maar een heel prozaïsch voorbeeld geven, maar dat zijn wel hele concrete punten. Of als de buren weer aan de barbecue gaan en jij in de rook zit. U zult dat herkennen. En dan stinkt het echt. Echte tolerantie is niet onverschilligheid. Als u iets van uw kinderen moet verdragen, of van een broer waar u een beetje een moeilijke verhouding mee hebt, en het moet een beetje aardig blijven op het feest, op de verjaardag, dan kost dat kracht. Dan moet je later misschien afblazen. En dan moet je vrouw zeggen van de tut, rustig aan. Maar dat kost wat. Echte tolerantie kost wat. Het is niet onverschilligheid. Kijk, of u nou van spruitjes houdt of niet, dat raakt mij niet. Maar als ik zelf niet van spruitjes houd, en dan die geur. Overigens, goede spruiten, die vind ik heel lekker. Maar daar gaat het niet om. Tolerantie veronderstelt een goed, een bonum, iets dat we koesteren. Bijvoorbeeld de stilte van de zondag. Of de stilte van ons eigen huis. Of de ruimte om op zondag als gemeente bij elkaar te komen. Dat is een goed, een groot goed. Maar als dan de buren op zondag om 12 uur met de grasmaaier de stilte verstoren, dan stoort ons dat.
En hoe gaan we daarmee om? En als op zondagmorgen de kerkklokken tot 2 keer toe 5 minuten over de buurt bijren, vanaf 9:30, 9:45, dan moeten de slapers op dat moment dat maar verdragen. Ook tolerantie. Tolerantie veronderstelt dus een goed, iets dat de moeite waard gevonden wordt. En dat kan in een samenleving verschillend zijn. En tolerantie is dan dat er op dat goed, op dat wat we waarderen, verstoring gebeurt, inbreuk op dat goed. Goed, dat over tolerantie. Dus tolerantie op zich is een leeg woord, maar het veronderstelt altijd een goed, iets wat de moeite waard is, iets wat, waarvan je houdt, iets waar je hart dichtbij ligt. Nu dat hoofdje en de hartstocht voor zijn volk. Laat ik kort uiteenzetten wat dat christelijk verhaal is en in wat voor bedding het woord tolerantie en godstolerantie daar valt. Wat leert de Bijbel en dient ten gevolge ook de theologie, de christelijke theologie, over het hoogste goed? In de Bijbel lezen we van God die de wereld schiep en haar onderhoudt, haar draagt, voor haar zorgt, tot op deze dag toe. En hij roept Abraham, Isaac, Jacob. Een van de kenmerkende eigenschappen, en dat is ook wat in het scheppingsverhaal ten opzichte van andere scheppingsverhalen in Mesopotamië juist het onderscheidende is en de boodschap is van het scheppingsverhaal, is dat de God, de schepper God, de God van Israël, geen jaloersig God is, geen onverschillig God is. Hij is niet onverschillig jegens het bestaan en jegens deze wereld. Hij is een gunnend God. Dat is het eigene van het Bijbelse scheppingsverhaal. Hij gunt de mens dit bestaan, dat tof is. Deze God wordt gekenmerkt door heerlijkheid, door goedheid, door gerechtigheid. En het is deze glorie of eer van God die hij wil uitdelen, waar hij deel aan wil geven. Ons bestaan krijgt deel aan dat goed. De schepping is geen zaak van toeval of ongeluk. Het is het werk van zijn handen. Ziet u hoe daar in de Bijbel, hoe wij ook elke zondag of elke keer als we de schriften open doen, dat dan eigenlijk het grote goed al wordt neergelegd. Namelijk God die ons deel geeft aan het bestaan. God is uit op heil, al in de schepping. Bavink. Onder het oude verbond blijkt dat doordat God zich een volk wil dat binnen die heerlijkheid in dat heil leeft. En daar via dat kanaal moet het uitstromen naar de hele wereld. En daartoe worden geboden gegeven, omdat mensen zullen deel hebben aan de shalom van God. In de koningspsalmen van Israël, in een psalm zoals psalm 2, psalm 72, lezen we en horen we hoe het eruit zal zien wanneer een koning regeert in de naam van de God van Israël. Psalm 72, die tekent dat grote goed, die tekent die gerechtigheid waar deze God op uit is. Hij trekt zich het lot van de wees en weduwe aan, van de kwetsbare mens, van de mens die geen helper heeft, allemaal woorden uit die psalm. Doel is een bestaan, een land waar gerechtigheid heerst, waar voor het volk de bergen vrede dragen, prachtig beeld, de bergen dragen vrede, waar een overvloed van koren is en de stedelingen opbloeien als het kruid van de aarde, de stad. Het beeld van de veiligheid en ook van welvaart.
begrippen zoals vrijheid, vrede en gerechtigheid, die abstract kunnen lijken, maar het niet zijn wanneer je de psalmen leest, krijgen hun invulling en inhoud wanneer we letten op de manier waarop God dit gestalte heeft willen geven. We treffen het aan in de Mosaïsche wetgeving. We treffen het aan natuurlijk in het optreden van Jezus. Want daar, in het optreden van Jezus, wordt tenslotte volstrekt duidelijk hoe dat regime van shalom, van gerechtigheid eruit ziet. Wat God wil bewerken. Het blijkt ook dat het woord tolerantie hier opkomt. God tolereert niet dat er inbreuk gedaan wordt, dat zijn schepping, het werk van zijn handen, dat dat verknoeid wordt. Tolerantie veronderstelt dus iets dat de moeite waard is. Tolerant ben ik niet wanneer ik een ander zijn mening gun die niets van mij die niets met mij te doen heeft. De tolerantie krijgt vorm doordat we gaan beseffen dat God door zijn werken aantal dingen nastreeft en dient ten gevolge ook een aantal zaken niet tolereert. Tolerantie is geen nonchalance. Letterlijk zit dat in dat begrip nonchalance. Dat is een mooi woord, hè? Daar zit het Franse woord chaleur in. Dat betekent warmte. Nonchaleur. Een soort koelte. Onverschilligheid. Losheid. Nu, van de God van Israël kunnen we zeker niet zeggen dat hij wordt gekenmerkt door nonchalance. Bij de profeten wordt God getekend als een hartstochtelijk God die van binnen brandt en die heftig bij zijn volk is betrokken. En die een aantal zaken niet wil. Hij wil niet dat het werk van zijn handen kapot gaat. De profeet Jeremia beschrijft God als degene die heftig betrokken is bij wat zijn volk doet. In Jeremia 31 vers 20. Daar aarzelt de profeet niet om uitdrukkingen te gebruiken die wijzen op de onderbuik. Zoals wij kunnen zeggen dat we er naar van werden, dat we tot in onze buik voelden of er beroerd van werden, dat zeggen we dan, ik werd er beroerd van. En in Jeremia 31 vers 20 daar staat dat God er beroerd van wordt als hij ziet hoe zijn kind Ephraim, hoe dat te gronde gaat. Dat is het woord rugama. Het innerlijke erbarmen van God komt in de lofzang van Zacharias terug. De innerlijke ontferming van onze God. Dat zit niet hier, dat zit niet hier, dat zit hier. Dat is dus het tegendeel van nonchalance. Dat heeft iets te maken met betrokkenheid. En als we het woord tolerantie willen begrijpen, ook theologisch, dan moet het vanuit die betrokkenheid, die grote betrokkenheid van God, gaan begrijpen. Een hoogste goed impliceert namelijk ook een grens. Het doel van God, zijn wil en heerlijkheid, betekent dat er ook dingen niet getolereerd worden. God verdraagt het niet als zijn werk en doel wordt er niet gedaan en afgebroken wordt. Hij gaat voor zijn doel. Hij gaat om zijn raad ten uitvoer te brengen. Zijn plan en heiligheid tolereert het kwaad niet. Elke keer in een kerkdienst, ik begin als ik een kerkdienst leid, met die prachtige woorden: hij laat niet varen het werk dat zijn hand begon. Nou, ik denk wel eens, jongeren zullen misschien niet zo goed meer begrijpen wat het woord varen hier betekent. Want dat is iets anders dan een bootje varen. Maar laten schieten, nou, dat weet u allen. En daarin, in die woorden van het fotum, zit heel veel. God gaat ergens voor. Voor het verbond. Voor zijn eer.
En deze wereld, deze schepselen gaan hem ter harte. De profeet Ezechiël zegt dat hij niet de dood van de goddelozen wil. Het kenmerkende van de Bijbel is dat God zijn uiteindelijke doel niet in één keer, dat is inderdaad wel dit, hè? Dat is natuurlijk een vreemde vraag. Waarom heeft God zijn doel, zijn rijk, de volkomenheid niet in één keer gerealiseerd? Dat is een hele abstracte vraag, misschien. Maar het is wel een vraag die af en toe bij mij opkomt en in uw hart waarschijnlijk ook. We kunnen er niet achter komen, we kunnen er niet achter kijken. Het is een van de vragen waarvan Calvijn zou zeggen van, hou je mond, je moet niet achter die spiegel willen grijpen. Je kunt niet God op de vingers kijken. We zitten niet in de regiekamer. Maar wat wil God? Hij wil op de een of andere manier ons mensen erbij betrekken. Dat is denk ik het grote geheim van ons leven. Hij wil u en mij erbij betrekken. Hij wil onze wereld, onze geschiedenis op de een of andere manier meenemen. Hij wilde Israël meenemen. En de Bijbel biedt ons het lange relaas, het relaas van hoe God verdraagt, bijstuurt. Ja? Hij zendt profeten. Hij stuurt ze in ballingschap, maar om ze ook weer terug te roepen, om ze daar te leren. Dat is correctie. En staat er dan de gelijkenis die Jezus zelf verteld heeft. Nadat hij al zijn knechten had gestuurd om van de opbrengst te krijgen, ten laatste zond hij zijn zoon. Dat is een gelijkenis waar het gaat over Gods tolerantie. En de mislukking daarvan. En de prijs die tolerantie kost aan de Heere God. Ten laatste zond hij zijn zoon. En als ze deze zoon ook doden, dan wekte de vader hem op. En vreemd genoeg, dan treedt deze opgewekte, deze verrezene, deze verheerlijkte, de leerlingen, de discipelen tegemoet met de woorden, vrede zij u. Nogmaals zeg ik u, vrede zij u. Als wij dus praten over tolerantie en over tolerantie in onze samenleving, dan zullen we, denk ik, dat Bijbels verhaal in de gaten moeten houden over Gods tolerantie. Ook zijn straffen, zijn toorn, zijn boosheid, had altijd te maken met: waarom maken jullie nou dingen kapot? Waarom gaan jullie niet mee? En met correctie. En met geduld. Geduld om dat kind te leren lopen. Ik herinner me een beeld. Ten tijde dat ik dominee was in Leimuiden, ben ik 8 jaar predikant geweest. Aan de overkant zag ik onze overburen, die hadden een kindje. Er was van alles mee mis, kon eigenlijk niet lopen. 4 jaar, een kind liep nog niet. En ik zie nog hoe die vader daarachter liep. Dat kind dat wankelde en hij er helemaal achteraan gebogen, lange kerel. En dat was tolerantie, dat was verdraagzaamheid, dat was geduld. En dan zie je hoe geduld, patientia, in het Latijn, dat heeft iets te maken met lijden, met ondergaan, in gespannen gericht zijn op. Dat is voor mij een beeld geworden van hoe de Heere God door zijn geest met ons omgaat. Hij probeert ons aan het lopen te krijgen. Want hij wil
dat wij lopen. Hij wil zonen en dochters. Hij wil mensen die antwoorden. Hij wil mensen die de bal terugspelen. Goed. Dat even als beeld van hoe God met ons omgaat. En misschien kan dit ons ook helpen om naar onze wereld te kijken. En naar onszelf. Want wij zelf zijn in de eerste plaats voorwerp van Gods verdraagzaamheid en van zijn geduld met ons. En iedere keer wanneer je ouders hebt die op die manier met geduld en met betrokkenheid bijvoorbeeld met hun kinderen omgaan, dan zijn dat zonder dat ze dat nou direct zelf zich realiseren, maar dan denk ik wel daarin spiegelt zich dan iets van de Heere God. Het hoofdje uitwendige dwang. Vraagteken. Hoe bereikt God zijn doel? Met onmiddellijk geweld, met een klap, door de trekker over te halen. De Bijbel vertelt een ander verhaal, namelijk dat God in zijn zoon zelf tussen beiden komt. Incarnatie is dat hij naast ons komt staan. Nou, nog iets meer. Dat hij ons bestaan gaat delen. Dat hij iemand van ons wordt. Dat is het merkwaardige, het vreemde en het geweldige van het christelijk verhaal. Het Bijbels verhaal. God zelf komt tussen beiden. Hij solidariseert zich. Hij komt naast ons lopen. En daarmee draagt hij en verdraagt het kwaad dat scheiding maakt tussen God en mens. En hij draagt het weg. Dat is denk ik exact de verzoening. God komt tussen beiden en dat wat scheiding maakt tussen ons en God, dat verdraagt dat kwaad van ons, dat heeft Jezus verdragen. Vader, ze weten niet wat ze doen. En dan kan Johannes ook zeggen dat hij het lam is dat draagt en wegdraagt. Hij staat daar tussenin. Het beeld van het lam. Overal in kerken waar u dat beeld van het lam, dat overwinnende lam met die kruisvaan door zijn nek. Het slachtwapen en tegelijkertijd het overwinningswapen. Overal waar u dat tegenkomt. Dat lam is het beeld van de tolerantie, van het dragen. Van het dragen dat tot een wegdragen werd, ons tot heil. Nou, ik denk dat dat de meest extreme vorm is van dragen en verdragen. En vervolgens, wat is dan de volgende stap? Is dat Christus zijn geest zendt en hij zegt de catechismus ons, wij delen in zijn zalving. En dat wijst op omvorming, zalving wijst op omvorming, op buiging van de wil en verandering van het hart. Niet door geweld, maar door mijn geest. De Heere God heeft door zijn Heilige Geest te zenden en ons door de prediking en door de omgang met zijn evangelie te beïnvloeden,
in dat bad te stoppen. In de marinade, zou ik haar zeggen, van de Heilige Geest. Het kost tijd. En dat is Gods stijl. Dat is zijn tolerantie. Niet door geweld, maar door mijn geest. Gods koninkrijk komt in de macht en kracht van de geest van Christus. Niet door een legioen engelen, maar doordat hij zijn geest zendt. Dat is de verdraagzaamheid van God. Het is een gegeven dat een deel van het moderne publiek, het seculiere publiek, religie zonder meer vereenzelvigt met bepaalde uitwassen van religieus fanatisme. Dat is ook wel een heel gemakkelijke oplossing en een visie, maar we zullen dat maar moeten verdragen. Als we daarop stuiten, dan zullen we geduldig moeten uitleggen dat christelijk geloof het Bijbels verhaal juist leert dat wij niet het heft in eigen handen kunnen nemen en het koninkrijk met geweld en dwang kunnen realiseren. Dat is in ieder geval iets wat we ook als gereformeerden geleerd hebben. Dat we dat niet kunnen realiseren. Tegenover de dopersen die dat probeerden te realiseren in Münster, heeft de gereformeerde theologie altijd gezegd: nee, wij leven in die tussentijd. En die tussentijd is geen ongeluk, is geen bedrijfsongeval, maar dat is iets waar God ons in plaatst. En die tussentijd, dat is de tijd van zijn geduld. Van dat gespannen van die vader achter dat kind aanlopen. De Heere God loopt gespannen achter ons aan of we er wat van maken. Of hij zich een volk bereidt dat bereid is hem te ontvangen. Hoe zal ik u ontvangen? We gaan weer de tijd van Advent tegemoet. Dus, ja, dan hebben critici van religie, religiecritici hebben altijd de neiging om naar een paar geweldsteksten te wijzen in het Oude Testament. De oorlogen des Heren van Jozua. Nou, die zijn er, zeker. En we zullen dan moeten uitleggen dat deze teksten onderdeel zijn van een langere geschiedenis en dat je ze niet los kunt plukken. Een langere uitleggeschiedenis. En dat het onmogelijk is binnen de christelijke kerk nu nog een beroep te doen op die geïsoleerde teksten. Hoe moeten we nou eigenlijk zeggen? God heeft geprobeerd om via Israël een heilige plek in de wereld te maken. En daartoe moesten andere volken wijken, eruit gejaagd worden. Moeten we zeggen dat de Heere God zijn strategie, zijn beleid heeft bijgesteld omdat dat niet lukte? Nou, ik stel dat maar als vraag. Maar in ieder geval, deze teksten staan in het verband van een geschiedenis, een heilsgeschiedenis en een uitleggeschiedenis. Dat zullen we aan die seculiere mensen dan ook moeten uitleggen. God wil zich een heilig volk maken, ja, maar deze heiligheid, dit doel bereikte hij tenslotte enkel in de persoon van de nieuwe Adam, de tweede Adam, Jezus van Nazareth. Hij is de zoon, de ware zoon, deze was waarlijk een zoon van God, zegt de hoofdman aan het kruis. Hij is de nieuwe Adam, dat is het beeld. Zo is de mens bedoeld. En in hem is dat verbond verwerkelijkt. Dus ja, als ze met die geweldsteksten aankomen, ja, dan hoop ik dat, hè, dan mogen we hopen dat we een paar mensen in ons midden hebben die dat kunnen uitleggen. Die kunnen zeggen, ja, maar wij doen ook geen beroep meer op die enkele teksten, want het staat in een verband. Nou, ik denk dat er in de christelijke kring onder politici, zo net viel de naam van Kees van Staaij, ook een Kees trouwens, maar die kan dat uitstekend doen. Die doet dat werkelijk heel goed. Met geduld
En met een zekere met ontspannenheid. Hij legt het uit. En de mensen denken van, toch maar even langer luisteren. Ik moet even kijken hoe laat het is. Een paar minuten nog. Oké, dan ga ik nog één paragraaf doen en dan stoppen we even. Die paragraaf heet van meerderheid naar minderheid. Als we over tolerantie praten, beste mensen, dan leven wij dus niet meer in het eind van de middeleeuwen, ook niet op op het hoogtepunt van de middeleeuwen, in de 12e eeuw, waarin de hele samenleving zichzelf beschouwde als een christelijke samenleving. Trouwens, dat is blijven bestaan tot en met in de 19e eeuw. Tot en met in de 19e eeuw in Nederland beschouwden we onszelf als een, ja, toch eigenlijk wel als een societas christiana, als een christelijke samenleving. En er was wel geruzie onder meer vrijzinnigen, of ja, het woord vrijzinnig, dat bestond toen nauwelijks, maar mensen die zeiden, nee, je moet de mensen opvoeden tot christelijke deugden. En de mensen van de afscheiding zeiden, nee, dat is veel te weinig, er moet een orthodoxie zijn. Maar gedeeld werd eigenlijk het idee dat we in een christelijk Europa leefden. In een christelijk Nederland. Dat toch wel het kenmerk was van, en dat eigenlijk ook wel protestants was. Hè? Dus dat die Rooms-Katholieken, ja, een beetje gevaarlijk, want die hadden een baas daar in Rome zitten. Die vielen niet te vertrouwen. Hè? Tot en met in de 20e eeuw heeft dat voortgeduurd. Wij leven niet meer in die tijd. We leven in de 21e eeuw. Van meerderheid naar minderheid. Het verhaal van Gods verdraagzaamheid en doorzettingskracht levert gronden aan tot het verdragen van de ander, ook als die anders gelooft of niet gelooft. De christelijke kerk en onze samenleving heeft over een tijdsbestek van vele eeuwen geleerd dat gewetensdwang onmogelijk is. En dat vrijheid van godsdienst daarbij hoort. Wij hebben dat ook moeten leren, moeten dat ook erkennen. Dat was niet vanzelfsprekend in de 15e eeuw. Het was niet vanzelfsprekend bij Calvijn. Het is pas bij de generatie daarna dat dat doordringt. En het gaat helemaal als het gaat om bijvoorbeeld de problematiek waarmee wij geconfronteerd worden, doordat we een democratie hebben. Nou, u weet zelf dat een democratie, ja, is dat nou een bijbels te verantwoorden staatsvorm? Nauwelijks, toch? Nee. Maar we hebben hem toch, we moeten er toch mee leven, ja? We hebben het koningschap, monarchie. Maar ja, het was natuurlijk ook al zo dat op een gegeven ogenblik dat men zei, ja, die koningen, moeten die niet wat in toom gehouden worden? De trias politica, de drie machten, die wij kennen, die wij dus heel vanzelfsprekend vinden, althans die onze jongeren heel vanzelfsprekend vinden. Maar we hebben ook nog in onze politiek is duidelijk dat die democratische staatsvorm helemaal niet zo geaccepteerd werd. Rome heeft de democratie pas aanvaard na de Tweede Wereldoorlog. En de SGP? Wanneer? Ja, nee, dus als je in feite ook een theocratisch ideaal hebt. Als je zegt van de Heere God moet regeren en zijn wil is goed voor het volk. Maar goed, de staatsvorm van democratie, een democratisch staatsbestel, is een regeling op stelselniveau die ruimte geeft aan religieuze en tot op zekere hoogte ook morele diversiteit.
Het omgaan met diversiteit is een groot probleem geweest. Maar dat zal Bart-Jan Spruit allemaal waarschijnlijk wel verteld hebben. Ook in, in de vroegmoderne tijd. Ja, hoe dat in Frankrijk moest. Of je nou werkelijk twee godsdiensten binnen je rijk kon hebben. Nou, Karel de Vijfde die was ervan overtuigd dat dat niet kon. Was gewoon een heel trouw christen, Karel de Vijfde. En die zei, het kan niet. De zaak gaat kapot. En die man had gewoon een burn-out toen hij 55 was. En zei, ik stop ermee. Toen liet hij het aan die zoon van hem, Philips de Tweede, over. Die kon het ook niet aan, maar die heeft gedacht van, ja, ik moet erop slaan, want dat rijk gaat kapot en het breekt allemaal. Ja, natuurlijk gelijk. Hij had gelijk. Europa brak. Europa afflicta, zegt Calvin. Gewond Europa. Het omgaan met diversiteit was iets wat we niet aankonden. Wat men niet aankonden. Wat ook, laat ik zeggen, wat zoveel Calvin, dus dat deelden ze allemaal met elkaar, van eigenlijk kan het niet. En nou is de democratie zoals wij die nu hebben leren kennen, is inderdaad een middel geworden om om te gaan met diversiteit. Het is een labmiddel, ja? Maar je hebt betere en slechtere labmiddelen. Nou, we moeten maar roeien met de riemen die wij hebben. Volgelingen van Jezus Christus hebben geleerd dat ze de ander niet kunnen dwingen. Dat deed Jezus ook niet. Zo doet zelfs de hemelse Vader niet. Jezus nodigde mensen uit, hij lokte ze. Als je nou dat gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw bekijkt. Het is een debat vol met vergissingen, met dwazigheden. Maar wat Jezus doet, hij lokt ze. Hij gaat met haar in gesprek, hè? Hij, dat is dus echte tolerantie. Hij gaat met haar in gesprek. En hij laat haar dingen zien. En ja, er zitten ook nog grappige dingen in. Roep je man maar. Ik heb geen man, zeg. Ja, je hebt gelijk. Oké, dat is dus een gesprek. Als u dat zo'n gesprek nou bekijkt op hoe je nou omgaat met schade. Iets waar Jezus het niet mee eens was. Maar hoe hij daarmee omgaat. Goed. Hij lokt ze en liet zien wat dat koninkrijk van zijn vader inhield. En daarbij hoort, en dat is in het, dat heeft Jezus zelf ervaren, daarbij hoort dat de tegenspraak wordt verdragen, uitgehouden. Hebreeën. Die de tegenspraak van de zondaars heeft verdragen. In een samenleving waar heel veel medeburgers geen weet meer hebben van het evangelie en geen besef van de liefde van God, zullen zij die wel onder het beslag van dat woord leven, met vreugde aan het leven in het verbond met God vorm moeten geven. Dat is natuurlijk best lastig. Daar komen we heel vaak niet aan toe. Maar het zou wel het uitgangspunt moeten zijn. En het is wel iets waar we ons in moeten oefenen. In onze samenleving zijn op vele plaatsen christenen een minderheid geworden. En dat betekent dat we in de zin van regelgeving, bijvoorbeeld rondom zondagsrust, of huwelijkswetgeving, dus in de publieke sfeer, niet meer die christelijke vormen op stelselniveau zullen terugvinden zoals we dat graag wilden.
Er is in ons land bij een dominant optredende liberale, of ja, modern liberale meerderheid de neiging om alles wat in de publieke sfeer verwijst naar dat christelijk verleden uit te bannen. Een recent voorbeeld daarvan is, is het voorstel om de zondagswet af te schaffen. Nou, u weet misschien dat het is aanvaard, maar minister Plasterk heeft de VU gevraagd, de rechtenfaculteit, om te onderzoeken wat dat zou betekenen. En hij gaat het gewoon niet uitvoeren. Omdat het inderdaad op stelselniveau is en gecompliceerd is. Maar goed, daar hebben we nog een keer een dag over. Maar dat vind ik wel een heel interessant voorbeeld van dat wij er nu mee te maken hebben dat dingen die tot de culturele vorm ook zijn gaan behoren, dat de inrichting van tijd, tot en met in cao's toe, hè, rechten, dat een groep in ons land probeert om dat uit te bannen. Hoe gaan we daarmee om? Dat is een heel praktisch punt van hoe wij met die diversiteit, het raakt onmiddellijk de tolerantie. En niet alleen tolerantie, maar hoe wij vorm geven aan die verschillen, aan die inderdaad ook tegenstellingen. Hoe wij hier in dit land leven. Hoe gaan we op zulke voorstellen reageren? Vanzelfsprekend voelen we ons in de verdediging gedrongen. Wanneer deze wet werkelijk wordt afgeschaft, heeft dat allerlei gevolgen. De kans is groot dat dan een ander geval, een ander verhaal gaat heersen. Namelijk niet het evangelie waarin wordt gesteld dat je niet altijd hoeft te werken. Waar we daartegen beschermd worden. Maar dan gaat een ander verhaal draaien dat de codenaam 24-7 heeft. Dat is een ander verhaal. Dat is het verhaal van de economie. Werken, produceren, kopen en verhandelen moet alle dagen, alle uren doorgaan. Geen verschil meer tussen werkdagen en rustdagen. Werkgevers kunnen van hun werknemers eisen dat ze ook op zondag werken. Nou, als de meerderheid in de Kamers dat wil, dan zal dat ook gebeuren. Ja, nu zegt de minister van ik doe het even niet. Goed, ik denk dat ik even hier stop en dan ga ik hiermee straks nog een kwartier verder en dan kunnen we even met elkaar praten. Als we het hebben over dat woord tolereren, dan dat is eigenlijk een. Eigenlijk is dat een negatief woord. Hè? Zo van, ik heb al geprobeerd uit te leggen dat het verbinding heeft met wat jouw lief is, met een goed, een hoogste goed. En dat het daarmee ook kracht vergt. Het woord tolerantie, dat wordt heel vaak alleen behandeld in wat verdraag ik nog wel en wat verdraag ik niet. Dat is een negatieve ondergrens. Je kunt ook zeggen dat het begrip tolerantie, dat het een veel positievere bovenkant heeft. En dat heeft te maken met de betrokkenheid. Dus in dat woord tolerantie, zoals ik dat heb uitgelegd, de verdraagzaamheid Gods, daar zit juist die betrokkenheid in. En wanneer je dat naar ons hele samenlevings staatsbestel vertaald naar de pluraliteit van onze samenleving. Dan kun je ook zeggen van de manier om hiermee om te gaan is niet je terugtrekken en zeggen ja dat tolereer ik niet meer. Natuurlijk zijn er dingen die we niet tolereren. Als er inderdaad terroristen komen, die haatstrijders die gaan schieten, mensen doden, dan sturen we daar de politie op af en die schieten ook terug met scherp. Dat is zo. Dat geweldsmonopolie heeft de overheid en die moeten dat dan ook doen. Maar we snappen ook allemaal dat het niet het enige antwoord kan zijn.
Het antwoord moet natuurlijk van die samenleving zijn dat ze met jongeren in gesprek gaat. Die daar... Dus en ook met andere seculiere mensen. Terugtrekken in je eigen groep. Dat is wel veilig. Want dan zijn ze niet van ons, die anderen. Ja, het verschil tussen ons en die anderen. Niet van ons en ons. Maar het is een heel gevaarlijke beweging, dat terugtrekken. Veel belangrijker is het wanneer u zich toewendt. Wanneer we toewenden, wanneer we het gesprek zoeken. Ik denk dat Kees van Staaij dat laat zien. Hij stapt tot de mensen af. Non-anxious. Als wij dat in onze buurt doen, over de heg, contact maken. Want het zijn mensen. Het zijn schepselen van God. Geliefde schepselen. Als we zo naar de mensen kijken, zoals Jezus naar die mensen keek, dan is het niet zo dat wij ons zijn. Maar dan gaat er wat schuiven. Nou, goed. We hebben ons staatsbestel ingericht als een democratie. Parlementaire democratie. Ik heb al gezegd, geen vanzelfsprekendheid. Niet de enige denkbare vormen ook. We hoeven dat ook niet aan de hele wereld op te leggen. We hebben dat eeuwenlang zelf anders gedaan. Onze moderne democratie met algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen is van zeer recente datum. En kwam stap voor stap tot stand. Ja, zijn er nou eigenlijk theologische gronden voor ons democratisch stelsel? Laat ik dan niet de geschiedenis induiken. Maar laat ik een paar theologische argumenten noemen waar je, als het moet, die je kunt gebruiken. Allereerst een scheppingstheologisch argument. Elk mens is beelddrager van God en mag daarom spreken, is daarom uitgenodigd om te spreken. Dat is een theologische achtergrond voor een democratische staatsinrichting. Dat werd uiteindelijk ook door Kuiper gebruikt. Kuiper was natuurlijk echt iemand, een democraat, in een tijd dat de meeste Nederlanders daar helemaal niet voor waren. Zeker de aristocratie niet. Maar dat had iets te maken bij hem van ja, iedereen is geroepen. En hij beriep zich zelfs op verkiezing. Een mens die geroepen is en die daarmee van waarde is en dat het niet meer uitmaakt of je nou in een gouden wiegje bent geboren of in een arme bedelaarshut. Dus dat stand er niet meer toe deed. Nou, je kunt zich voorstellen dat alleen al daarom Abraham Kuyper als een oproerkraaier werd beschouwd door de elite van onze samenleving. Een tweede argument, naast een scheppingstheologisch argument, is een argument dat meer met de gebrokenheid en zonde te maken heeft. Dus met de noodzaak om schade te voorkomen, met damage control. Voor de liefhebbers, laat ik daarbij ook maar een theologisch woord noemen. Ik zal dan mijn theologische achtergrond niet ver... toedekken. Dat noem ik dan maar een hamartiologisch argument. Maar mag u onmiddellijk vergeten. Het heeft met de zonde te maken. Democratie biedt de mogelijkheid tot controle van de macht. En dat is hard noodzakelijk. Want ook goedwillende bestuurders die langer zitten dan 8 jaar, niet goed. Niet goed. Nou, je moet wel een hele uitzondering zijn, wil het 12 jaar zijn, maar het is niet zonder reden
dat het president van de Verenigde Staten maar voor 2 termijnen, 2 keer 4 jaar benoemd kan worden. En wat doen wij eigenlijk? In onze kerkenraden en in onze gemeenteraden? Niet goed, mensen. Geloof ik helemaal niet. Het wordt veel te veel dan gezeten regentschap. Vanuit het oogpunt van checks en balances. En checks en balances hebben iets met het feit te maken dat wij allemaal feilbare mensen zijn met onze zwakke kanten. En dat wij recht hebben op controle. En dat de gemeenschap ook de mogelijkheid moet hebben om ons te corrigeren. Te zeggen van nou is het wel genoeg geweest. En nou willen we weer wat anders. Want macht in deze wereld kan zich gemakkelijk absoluut verklaren, met alle goede bedoelingen, misschien zelfs met beroep op God, en haar eigen gang gaan. Ze kan zich goddelijk en autonoom gaan gedragen. Macht en gezag moeten beperkt worden en aan regels gebonden zijn. Nou, dat was natuurlijk ook het begin van onze constitutionele monarchie, dat wij überhaupt een grondwet kregen. En oh, wat waren die studenten in de begin 19e eeuw daar echt ontzettend enthousiast over. Dachten allemaal, jongens, nou is het koninkrijk aangebroken. Want nou heeft niet alleen maar één zo'n rotvorst het voor het zeggen, die over ons leven kan beschikken, want zo was dat. Maar nou moet hij zich houden aan een constitutie. Echt revolutionair. Nou, goed. Te gemakkelijk komen machthebbers en gezag los van de aarde en kent zichzelf een hogere status toe. De kiezers hebben via de keuze van het parlement een bepaalde vorm van invloed op de koers van het land. Ze kunnen indirect een regering wegsturen. Dat is een tweede belangrijke reden, denk ik, voor democratie. Gewoon damage control. Schade beperken. Een van de vragen die ik vooraf van de leiding van deze avond kreeg, was of het verdedigbaar is het primaat van één religie of richting in een samenleving na te streven. Zij islam, het zij protestant, reformatorisch. Nou, die vraag heeft te maken met de vorm van democratie. Eén heeft het primaat. Men kan de opvatting huldigen dat het gewoon zaak is de meerderheid te krijgen, 50% plus 1, waarmee men zijn wil aan de minderheid kan opleggen. Nou, dat is een hele gevaarlijke gedachte, dat soort van invulling van democratie. Want de samenhang van een land en samenleving wordt er meer door gediend wanneer de meerderheid ook rekening houdt met minderheden en hun belangen. Goed, die vraag heb ik nu in feite beantwoord. Je mag juridisch en politiek wel streven naar het primaat, maar wat win je er uiteindelijk mee? Gaat het een reden worden om eigen wil en levensstijl de ander op te leggen? Nu, is dat streven naar een meerderheid voor christelijke, voor christenen in ons land en voor christelijke politieke partijen? Een academische vraag, er is geen sprake meer van. We leven niet in die situatie, maar wellicht hoeft dat ook niet. Van de historicus Heiko Oberman leerde ik dat maatschappelijk gezien het Calvinisme zijn beste rol speelde in een samenleving wanneer het niet het primaat had. Wanneer het in een minderheidspositie verkeerde. Wanneer de gereformeerde gemeenschap maatschappelijk de meerderheid vormt, is de kans aanwezig dat het leven eruit gaat. Dan wordt de levensvorm overheersend en dwingend. Het zijn kleren, levensstijl enzovoort. U weet dat wel. In een minderheidspositie zijn de gereformeerden sterker. Dan worden ze uitgedaagd naar hun bronnen te kijken. Dan worden ze uitgedaagd met hun omgeving
te communiceren. Ik vind dat een hele... Ja, ook in ons land. Laat ik zeggen, het ontstaan van een reformatorische zuil. Als student moest ik daaraan wennen. Ik dacht van, ik ben toch gewoon gereformeerd. Ik ben toch ook van de reformatie. Maar op de een of andere manier hoorde ik niet bij de reformatorische zuil. Ik heb dat eigenlijk nooit goed begrepen. Maar goed, dat soort verwarring, dat heerst nog bij mij, geloof ik. Maar ik weet niet of dat, wat nu Van Staaij doet, dat is eigenlijk die terugtrekkende bewegingen openen. En hij is een groot voorbeeld voor uw jongeren. En u hebt daar af en toe een intellectueel kapitaal zitten, dat is geweldig. Laat ze het gesprek zoeken. Ga de wereld maar in. Natuurlijk, met je eigen wortels. Prima. Maar geen schutting eromheen. Die schutting lukt toch niet. Kan ik u verzekeren. In een minderheidspositie zijn gereformeerden sterker. Dan worden ze uitgedaagd goede argumenten te gebruiken. En dan is het appel op de eigen verantwoordelijkheid en roeping groter. Burger van twee werelden. In een goed functionerende democratie met meerdere groeperingen en overtuigingen, richtingen, speelt het debat een fundamentele rol. Dus tegenover tolereren, in de zin van, dit stel ik het debat, het gesprek. De strategie van wegdrukken kweekt weerzin en haat. Speelt de factor van meerderheid en minderheid dan geen rol? Ja, natuurlijk wel degelijk in de wetgeving. Zo is die democratie ingericht. Het gaat ook om macht. Dat blijft zo, maar weet die samenleving of dat bedrijf waar niet geluisterd wordt naar degenen die weinig macht hebben en een minderheid vormen. Zelfs op het niveau van het bedrijf is dat zo. En als je een school hebt, is het ook zo. Als je triomfaal denkt, maar ik ben de baas. Ik ben de meerderheid. Denk erom. Want je zult struikelen. Niet vandaag, ook niet morgen. Maar je komt er tegen. Ook in de politiek. En ja, door coalities te kweken kunnen ook minderheidsgroeperingen zoals christenen en kleine partijen soms een doorslaggevende of cruciale rol vervullen, veel meer macht hebben, feitelijke politieke macht, dan dat het getal zou rechtvaardigen of zou suggereren. Dat in het huidige tijdsgewricht christenen een minderheid gaan vormen of al vormen, zullen we politiek en cultureel merken, dat merken we al. Gaan we daarom in een hoekje zitten? Natuurlijk niet. De kleine christelijke partijen en de jongeren in die partijen, ik zei het al, hebben dat tegenwoordig heel goed begrepen. Ze stappen in het maatschappelijk debat, verheffen hun stem en leggen uit. En dat hoeft niet bedweterig. Als het goed is, doet het christelijk leven mensen goed. Dient het de bloei van de mens. Als burgers van twee werelden staan we, dat is ook een beetje een principiële opmerking nu, als burgers van twee werelden samen met beide benen in beide sferen afreiken. Niet met één been in het andere en met de andere been in het ene en het andere. Nee, met beide benen sta je in beide rijken. Wat we weten van de mens, zijn waarde, zijn doel, zijn geliefd en bedoeld zijn, dat nemen we mee in de wereld vanuit het burgerschap. In de hemel. We zijn dus burgers van twee werelden, van het koninkrijk en van deze wereld. Als burger van het koninkrijk weten we dat we pelgrims zijn en inderdaad, dat burgerschap kan ook leiden tot de ervaring van vreemdelingschap, klopt ook. Dat is dan wat we kruisdrager noemen, de tolerantia crucis, nou, dat is al fijn.
En dat is een ervaring die een pelgrim in een vreemd gebied kan verwachten. Maar de vreemdelingschap hoeft niet te worden gecultiveerd. Dus vreemdelingschap is een schaduw die af en toe opkomt voor op je pelgrimage. Maar je hoeft het vreemdelingschap niet te zoeken. Dat komt vanzelf. Als je pelgrim bent. Maar cultiveer het niet. En beroem je er zeker niet op. Dat gebeurt momenteel een beetje te veel, vind ik. Als burger van twee werelden zoeken we voor het rijk van de wereld het beste. Daar zal ook binnen de kerkelijke gemeenschap het steeds over moeten gaan. Daarom bidden we voor de overheid. Daarom bidden we voor de bazen. Het gaat om de eer van God en het heil van de mens. Dat is een hele oude. En de eer van God is het heil van de mens. Irenaeus. Goed, nu nog iets over de visie op de overheid en dan moet ik snel stoppen. Theologisch is de visie op samenleving en overheid van fundamenteel belang voor de manier waarop we vragen naar religie en tolerantie. Dat bepaalt onze... een paar principiële opmerkingen. Vanuit een christelijke visie op gezag en autoriteit is er maar één die de hoogste autoriteit heeft. Christus. Hij is de eerstgeborene, Colossenzen 1 vers 16 en 17. Want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen en hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. Dat betekent domweg dat alle overheden, ook onze overheden, zonder dat ze het weten, één baas hebben. Er is één autoriteit. En die kennen wij door het evangelie. Die kennen wij door onze doop. Daarmee zijn we ingelijfd. Nou, dat is geen geringe belijdenis. Het is een hoog politieke, heeft een hoog politiek gehalte. En dat is onze polis. Geen verzekeringspolis, maar onze stad. Hè? Dus het woord, Griekse woord voor stad. Hij draagt dus deze wereld. Deze wereld is van hem. En door vlees te worden heeft hij onze situatie op zich genomen, gedragen. En dat betekent ook iets voor onze houding ten opzichte van macht en autoriteit. Alle gezag en autoriteit die wij in ons leven tegenkomen, in de drie star of in de burgerlijke gemeente of op niveau van de Staten-Generaal, is afgeleid gezag. Nou, dat weet u allemaal. En dat kan door ons in het licht van de hoogste majesteit worden gewaardeerd, geëerd, tegelijkertijd gerelateerd, daarmee gerelativeerd en als het moet ook bekritiseerd. Ik heb er nou 5 genoemd. Nou, sommigen schrijven mee, die hebben het al lang genoteerd. Gewaardeerd, geëerd, gerelateerd, gerelativeerd en als het moet bekritiseerd. We zullen dat vrijmoedig moeten doen. En die vrijmoedigheid betekent dat we in gesprek gaan over de dingen van de samenleving. Ook over de manier waarop christenen de structuren en regelingen in de samenleving bevorderd zouden willen zien. Dat is de taak van politici in alle vormen van landelijk bestuur, Tweede Kamer, in alle slans vergaderzalen, laat ik het zo maar zeggen. Daarbij kan horen ook burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat is een ultima ratio. Een uiterste maatregel. Maar er zijn zaken waar men vanuit het geloof in Christus niet aan kan meedoen. Bijvoorbeeld in de oorlog het aangeven van Joden. Dat is intolerabel. Er kan een moment komen waarop we de overheid in naam van die andere overheid ongehoorzaam moeten zijn. Maar goed, het is een heel nieuw onderwerp, 2 opmerkingen erover. Het gesprek over wat intolerabel is, dat beslissen we niet op ons eentje, maar in de samenhang van de gemeente van Christus. En ten tweede, dus bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog de vraag of de Duitse overheid de wettige overheid was, aan wie we gehoorzaamheid verschuldigd waren, een dikke vraag. En daar is in de reformatorische kring ook, zijn we af en toe de fout in gegaan. Gewoon de fout in.
Nou, dat hoef ik hier niet te herhalen, denk ik. Ten tweede, als men tot de conclusie komt dat de maatregel op beleid van overheid niet te verdragen is, dan brengt dat inderdaad in veel gevallen lijden met zich mee. Het kost wat. In het echte gesprek over tolerantie en intolerantie staat altijd iets op het spel en wordt een prijs betaald. Goed, maar laten we ons dus niet in onze samenleving niet te gauw terugtrekken. Er is wellicht de reflex dat nu we een minderheid zijn geworden en christelijke partijen niet meer de overhand hebben, we ons terug zouden moeten trekken. In het gevoel dat we gediscrimineerd worden. Maar dat lijkt me geen goede houding. Ik zei al, beter naar buiten treden, in gesprek gaan. En het publiek belang van je eigen voorstellen uitleggen en tegenspraak verdragen. Hebreeën, vestigt uw aandacht op hem die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Nou, goed, dat is de raad al aan de christenen van toen, misschien ook aan ons. Dank u wel.